De remigratie van Nicolette Kluiver is in volle gang, ze gaat weer terug verhuizen van Bonaire naar Nederland en ze is momenteel druk op zoek naar een huis. Tot die tijd verblijft ze hier lekker chic in hotels, en daar voelt ze zich behoorlijk thuis. De presentatrice is zoenend gespot in het Van der Valk Hotel bij Schiphol, en daar zijn foto's van. Nicolette staat zoenend op de cover van de nieuwste privé. Hier bloeit iets moois op, zegt een aanwezige in de hotel lobby tegen het tijdschrift. Ik denk dat hij eind dertig is. Ze bestelden een bitter garnituur en een flesje wijn. Al snel veranderde het zitten in liggen en zaten continu aan elkaar. Deze man is duidelijk geen onbekende van Nicolette. Zo, dat klinkt allemaal gezellig. Hij kwam tegen acht uur binnen en om twaalf uur zaten ze nog dicht tegen elkaar aan. Ze waren heel erg innig, steeds zoenen en aan elkaar zitten. Je kon zien dat ze elkaar erg leuk vinden. Op een gegeven moment lag Nicolette met haar hoofd op zijn buik. Het leek haar niet uit te maken dat er andere mensen omheen zaten. De foto's die privé publiceert zeggen volgens het blad genoeg. De foto's op deze pagina's laten zien dat hier meer gaande is dan alleen maar een vriendschap. De identiteit van deze persoon blijft nog even geheim, want zo open en bloot als ze haar liefde toonde in de hotel lobby, zo gesloten is ze op de vraag van privé wie deze nieuwe man in haar leven is. Haar manager Vanessa van Vuren zegt: Nicolette heeft momenteel geen nieuwe relatie, en Nicolette zelf: Ik ben momenteel bezig om een huis te zoeken, daarom ben ik nu ook in Nederland. We gaan bijna remigreren. Van der Valk Schiphol is dan makkelijk omdat ik uit New York kwam. Het Juice kanaal Juice Channel meldt nu echter dat die nieuwe vlam van Nicolette helemaal niet single is. Volgens bronnen uit Putten, waar de man vandaan komt, woont hij nog steeds samen met zijn vrouw en kinderen. Of dat na gisteren, toen al het nieuws naar buiten kwam, nog steeds zo is, weten we niet. De manager van Nicolette laat aan het Juice kanaal weten: normaal reageer ik niet zo snel. Alleen wil ik je deze keer even meegeven dat hij niet getrouwd is en dat zij niet stiekem met elkaar afspreken. Diegenen die het aangaan weten dat hij en Nicolette met elkaar afspreken. Onzin, stelt het Juice-kanaal. Wij lopen iets te lang mee om nog in dit soort berichten te trappen. Een manager die de boel wil sussen, standaard. En daar kennen we er nog wel een paar van. Nicolette, wier huwelijk een tijdje geleden op de klippen is gelopen, weet volgens het kanaal gewoon dat hij getrouwd is. Milan is in het verleden ook al meerdere keren vreemd gegaan en zijn vrouw heeft hem toen vergeven. Nu is er sprake van een definitieve breuk, omdat hij verder wil met Nicolette.